Hey, we zijn bezig bij Paper Mario. Gevecht met Turbo's hart. We weten niet hoeveel levens ze heeft. Onbekend. 50 om precies te zijn. Maar nu hoeveel nog? Nu nog niet. Dat is nog niet. Laat zitten. Hij doet nu even niks meer, oké? Ja, nu ben jij weer. Doe maar gewoon. Laat nu. Ja, dat, oké? Dat onste. Nee. Want nu gaat hij niet echt zo snel goed. Dat is oké. Vier levens. Oké, en straks ga ik die extra doen. Goed, dus nu even gewoon. Oh, hij is dood! Hij is dood. Okay. Ja, normaal. Nu gaat hij naar de Bubba. En dan moeten we hem nog verslaan. Die heeft 10 levens. 10. Oké, mag 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ja, niet meer dan 10. Dat is raar met die het hart erbij. Oh, nee. Oh, die kunnen we makkelijk aan. Echt niet? Niet, niet, niet. Ik wil alle dingen bewaren voor je. Oké? Dank je. Waarschijnlijk zien we ergens een blok. Waar nemen we een battle op tegen Tuba? Nou, als we hier uit de windmolen zijn en van hem krijgen we dan de Star Spirit. Dus we zijn er bijna, jongens. Ja. Oké, netjes. Bijna bij de toybox. Dat is chapter 4. Ja. Is hier niet ergens een... Oh ja, tuurlijk. Is hier ergens een blok? Nee. Dat is naar buiten ergens verder. Ja, ja, maar je gaat automatisch met een battle beginnen als je buiten bent hier, dus oké? 10 levens. Dat is toch het meest slechtste wat er bestaat? En ik kan maar 4 levens pijn doen. Oké? Oh. En we hebben 8 stukjes. Oké. Ja, doe maar. Gewoon. Kijk, nu heeft hij nog maar 6 levens. Ja, deze, toch? Ja. Ah, 3? Ja, nu heeft hij nog maar 3. Nu heeft hij nog maar 3. En er doen maar 4 stukjes pijn, dus. Oh, 6! Nou ja, nog maar 2 stukjes, hè? Ja. Vanaf. En we zijn klaar. Dit is de final boss van wereld 3. 33 star points, netjes. Ja, we gaan even snel weer een level op. Oh no! Ja, maar dit gaat even lang duren. Nu gaat hij alle geesten uit zijn mond bevrijden. Hij heeft nu spijt. Hij moet kotsen. Nee, hij zegt oké. Hij heeft spijt van wat hij doet, want hij is nu niet meer unevable, weet je wel? Onverslaanbaar. Uh-huh. Hij is nu verdrietig, hij heeft expres losgelaten. Kijk, repeat. Dit is de meest makkelijke final boss ever. Als je de hart dan niet beter had, hè? Nog makkelijker dan beeld 1. Toch? Spijt zeg je? Hey! Ja, netjes. Die mag jij pakken eigenlijk. Kijk, want ik wil wel. Ja. Want jij denkt dat ik eigenlijk het wel. Ja. Wat gaan we nu doen? Goed. Hoe ver zijn we in het filmpje? Oh, makkelijk. Oh, god. Dit wordt er van nog wel goed bezig, ja? Ik zou je even vertellen in Magento of Jack te zeggen, hè? Ja, dat is waar. Wat is een. Joh, we lopen de wereld 4, is dat oké? Ik doe chapter 4. Nog niet, want als dat echt staat, oké? Goed, nu! End of chapter! Oké, wat zijn de verdelingen over chapter 4? Ben ik dan special effect? Of wil Benjamin wel graag de special effect zijn, hè? Nou, als jij de special effect wil zijn... Nou, ik ben het liefste Mario. Oké, dan mag je... Mag jij het veld doen? Ja, Joh gaat nu het veld doen, ik ben Mario, ben een special effect. Yes! Ik wil bow. Oh, leuk! Oké, dit is wel leuk, ja. Pitch into door? Ja. Dit is grappig. Grappig? Ja, weet je nog van die hoek met... Oh ja! Dat was echt heel... Deze duurt wel heel kort, oké? En jongen, je zult wel zien hoe grappig dit is. Oepsie, we hebben wat kapot gemaakt. Ik heb hier nog nieuwe brandstof. Doe dat ook.
En nu wordt het al gepraat, oké? Kijk, dit is grappig. Spas in de kamer waar die muziekkorsen komt. Hij blijft er niks van, hè? Oh. Zullen we mushroom doen? Dus wat? Waardoor heeft Mario verloren? Door een gomba, door Clubba. Zo heette die, Clubba Bubba, weet je nog? Uh-huh. Of heeft hij verloren door mushroom? Clubba! Ja. Nee. Oké, okay, wat heeft hij gedaan? Is in alle... ik zie het niet, goed. Is... ding de... Wat zullen donderste doen? Donderste. En wat? Super soda! Grappig toch? Dat is een power, ja. Nou Tim, ja. Super soda is een soort cola blikje. Nou, tijd voor. Oh ja, ja. Wegbrengen. En dat is het einde van Pietje. Nee, dus. Niet denken. Not again. Hey, hi Bowser. Dit is echt een korte, ja. Goed, gaan we eerst even rechtsaf? Nee. Oh, dit is de Starstorm. Ja. Ja, dit is de Starstorm, ja. Hij doet de Starstorm. Dat is wel een vet handig ding. Dan kan hij bij ieder persoon 7 dus levenshalf halen. En hoeveel waren er nou 2 stukjes volgens mij, hè? VP bedoel je? Ja, zo kan je het ook zeggen. Ja. Goed, gaan we even naar rechts. Dan vinden we ergens een blok met het hartje. Oh ja. Of is dat een handig? Nou, dat is wel handig, ja. We kunnen ook het gelijk 7 nadat we het hebben. Wacht. Hoeveel is hebben we nu? Oh! Ja. Dat gebeurt dus automatisch. Ja. Blijkbaar. Oké. 7 is. Dit is zo leuk. Nou. Nee, maar je hebt de 4. Oké. Met jij de weg. Ah, kom op. Hé. Oh. Hey. Weg hier. Maar ben je in? We moeten eerst hieruit zien te komen. En ik weet niet eens hoe we dat met de Fortis in dus doen. Ja, lekker. Gewoon de verkeerde kant op gaan waarschijnlijk. Ja, simpel eigenlijk hier. Gewoon ergens naartoe gaan, dan komen we vanzelf. Oh, we zijn er al. Dit is tegen mijn Boom Mansion. Oei. Nou, nee, je hoeft er niet op te slaan hoor. Nee, we hebben wel wat extra leven nodig, want dat is niet erg. Stel je voor dat we hier nou... Oh, nee, nee, niet. Echt niet. Echt niet. Of wel? Jawel. Daar hebben we helemaal geen tijd voor. In de pas. Hoe lang is het dan? Oh, 8 minuten, 9 minuten. Nou ja, dan gaan we dit toch gewoon doen en daarna nog een stukje part, hè? Wat? Oh, wel. Ja, je hebt net gezegd ja. Starstorm is misschien... Starstorm? Het is wel leuk om te laten zien, ja. Ja. Nu laten we zien wat de Starstorm is, jongens. Leuk. Gebeurt automatisch. Maar het letterlijk Starstorm. Dan krijgt iedereen 7 stukjes leven. Oh, dat kost een beetje. Wat? Nee, dat moest Bamin doen. Bamin is nu, ja. Oké, wat moeten we doen? Spook. Oké. Probeer maar. Misschien krijg ik hem wel weg. Wat is dan? Wat is de. Wat, ja. Ik weet niet, dat weet ik ook nog niet meer.
Ik snap het niet. Dan de wasbak gaat dan iemand weg. Oh. Knap klein kindje. Nou, grappig hoor. Oh. Wow, dat gaat snel mislukken. Wat nu? Doe maar de smack. Doe mijn oud zicht. Ja, smack, smack, oké? Okay? Oké. Okay. Weet je hoe het moet? Of moet ik het doen? Doe je wel aan het jongen doen. Oh, ben je doet prima. Oh, wow. Daarom zei ik ook oud spook. Dan word ik tenminste niet geraakt. Dat doen we de volgende keer wel. Geen power bounce. Geen power bounce is een probleem. Oké, dit kun jij wel doen. Goed. Wat doe jij maar even. Oh, wacht, ja, dit is natuurlijk niks. Oké, we zetten even de pauze in straks. Ja, als we dit eens weg, oké? Go. Goed.